Je hoeft nou even rekken op de video van Spetje, aflevering 49. Alweer na de intro gaan we zo verder. Op deze 31 augustus, yeah. Ja mensen, op deze 31 augustus, de laatste dag van augustus van de meteorologische zomer is aangebroken. En ja, dan gaan we helaas een klein beetje weer richting de herfst. Kan wel mooi zijn, horrorfilms op televisie. Ja, ik heb geen Netflix en of dat soort dingen. Dat vind ik meestal wel leuk in deze periode. Ja, die horrorfilms en zo en rampenfilms, ja, heerlijk. Daar kan ik echt van genieten. Maar ja het is helemaal het is me helemaal herfst, hè. Dan komen zulke films. Maar ja. En dan is het weer normaal. We gaan weer richting naar een normale tijd van het jaar. Dus ja, voor mij nog lang niet. Want het is voor mij 26 juni. Het is midden juni zelfs. We zitten vandaag in Sint-Aukeret, dat kon je al zien aan de, zeg maar hier. Dat kon je al zien. Nou, als je mensen die bij willen, hier. Het staat hier mooi in beeld geschreven. Nou, vandaag gaan wij gewoon lekker even rondlopen. Wat hebben we hier? Geen idee. Kunnen wij even naar Symbolica's. Even kijken wat dat, hoe dat eruit ziet. En als je nog een pretpark hebben die ik moet bezoeken bijvoorbeeld, laat dan vooral weten in de comments. Ik heb deze al bijna 50 afleveringen al bijna van deze serie. Dat vind ik best wel veel. Dus ja, ik ben blij mee, zeg maar. We kunnen niet. Oh wel. Nee, niet. Rabia en Joey de Vries en Efteling werken hebben de meeste keren in het attractie. Misschien kunnen we deze kant uit. Hoi. Ook zit in de attractie, haha. Leuk. Leuk. Oké, ik loop ook niet helemaal. Ik moet voor mijn barrier staan, maar ja, ze hebben het zo realistisch gemaakt. En wie staat er nou voor mijn deur? Soms heb ik het gevoel dat mensen gewoon voor mijn deur staan. Want het is voor mij nu. Nou, hoe laat is het? Voor mij is het nu. 12:30 s'nachts. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, dan heb ik het gevoel dat mensen soms voor mijn deur staan, zeg maar, te koekloeren. Geen toegang, dan kan wel heen. Slecht. Oké, we gaan hier weg. Zoals kijken, man. Hey, toch en net. Want ik ben al. Het is al 26 juni, dus ik ben dit al lang vergeten. Daar ben je dan. Die aroma. Ja, ik kom nooit bij de Efteling. Ik ga over een paar weken ga je naar de Efteling. Vanaf 9 september dacht ik. Maar de telefoon ligt natuurlijk hier aan. Oh nee, dat kan ik maar niet doen. Geen idee. Wanneer ik naar de Efteling ga. Ja, moet ik naar die WhatsApp toe.
La la. Zijn september pas, ja, dat doet nog wel hebben. Oh, je durft in mijn webcam ook niet meer. Haha. September, dat is dus ja, volgende week. Volgende week ga ik daarheen. En ja, ik ga misschien wat beelden maken via. Via. Oh, dit klopt ook niet helemaal. Gaat een beetje fout. Kan ik niet noemen. Nu zie je mijn werk kan niet meer. Maar misschien zometeen wel. Hij doet niet meer. Al lang gefixt hoor. Vaak hier en sprookjesboom. Sprookjesboom. Je stop. Kijk, daar was ik weer. Hallo. Welkom terug. Allemaal live, hè? Allemaal live, allemaal live. Maar ja, we waren gebleven. Oh ja, hier de vaak hier. En ja, met de vraag af: waar ben je het meest benieuwd naar? Voor de Efteling aankomende maandag. Ik ben vooral benieuwd naar de symbolica. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben sinds 2008 volgens mij voor het laatst in de Efteling geweest. En dat was best wel leuk. Dus. En dat was ik alleen maar in het Vreugdebos. Dus. En 2006 had ik hier ook niet heel veel. Dus ik ben echt reuze benieuwd hoe het, ja, hoe het gaat worden. En ja, ik ga sowieso wat filmen daar. Voor mijn Instagram natuurlijk. YouTube denk ik niet, maar ja, gewoon mijn Instagram volgen en dan zie je alle beelden voorbij komen. Ze zag een warme kachel rijk gedekte feestzaal met een gebrand. Okay. Die paddenstoelen die willen ze weghalen. Hè? Sommige paddenstoelen, ja, dat is al gebeurd misschien, maar. Sommige paddenstoelen willen ze weghalen. Hè? Meestal heb je altijd langs de paden. Heb je altijd van die paddenstoelen waar je naartoe moet. Dat slaat eigenlijk nergens op eigenlijk, vind ik zelf. Maar. Dus. Als een grietje. Knibbel, knabbel, kneetje, bima, moda, mijn heetje. Zo, de zegte. Maar dit was de aflevering. Wij zijn volgende week weer. Met een nieuwe aflevering. Dat zijn weer de reguliere. Dus laat vooral weten welke video, welk pretpark moet ik sowieso gaan bezoeken. Laat het vooral weten. Doei doei. En dan tot volgende week.